weet niet meer precies hoe ik nou specifiek op de girls ben gekomen, maar het had vooral te maken met het klimaat van, ja, van die donkere, boze, harde bands in Drenthe, zeg maar, want dat is natuurlijk waar Meppel ligt. En, dat was echt het muzikale klimaat, veel harde bands? Ja, in elk geval geen popband of zoiets. En daar is toen een beetje het idee ontstaan van we gaan een echte popband maken of zoiets. Laat zeggen dat die visie er eerder was dan fatsoenlijk liedje, zeg maar. Wednesday morning and life is boring when you're waiting for that call. We'll have it your way, but let me try to explain. It's kind of hard for me to deal with this all. Het concept is gewoon liefde of de puberteit of in elk geval jong zijn. En daar haal ik wel heel veel inspiratie uit. Over eerste keren. En dat is een onuitputtelijke bron van inspiratie. En de bands waar ik het meest van hou, bijvoorbeeld The Replacements, dat vind ik een perfect voorbeeld. Die How Do You Say I Miss You to an Answering Machine. Vind ik een fantastische zin, fantastische song. En dat zijn eigenlijk, weet je wel, het is natuurlijk compleet, het komt uit de punk, maar het zijn wel liedjes over de puberteit en teen angst, of hoe je dat ook wil noemen. En ondertussen klinkt dan een beetje die stem van de volwassenheid door van, het komt allemaal wel goed, zuip je maar te pletteren, het komt wel goed. Het is ook heel herkenbaar voor een heleboel mensen, want iedereen heeft de puberteit meegemaakt. Gelukkig. Dus statement 1 die de girls maken. Als Kane enorme bands, weet je wel, Anouk en zo, en Direct bijvoorbeeld. Dat zijn dan, die zijn eigenlijk al 5 jaar zo bekend, zeg maar. En ik heb het gevoel dat daar heel lang geen nieuwe rockband, popband meer aan toegevoegd is. En ik denk wel eens van, misschien is het wel mooi om die doelstelling te hebben, weet je wel. Niet uit commercieel oogpunt, maar gewoon omdat het een keer moet dat er gewoon weer een fatsoenlijke rockband is of zo, die zelf ook dingen doet die dan ook geaccepteerd wordt.